Een noodwet, asielinstroom beperken en migratiestop zijn termen die dit kabinet gebruikt. Glastuinbouwbedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten schrikken daarvan. Daarom bezocht minister Eddy van Heijem van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op uitnodiging van LTO en Glastuinbouw Nederland deze week de komkommerkwekerij Drenthe Growers en de bloemenkwekerij van Geel in Erica. Je kunt je voorstellen dat in bepaalde teelten je echt te maken hebt met een piek dat je moet oogsten. Dan is het echt wel een uitdaging om te zorgen dat je voldoende mensen aan het werk krijgt. En dat zal naar de toekomst toe alleen maar moeilijker worden. En dat wordt wellicht ook moeilijker met de plannen van dit kabinet die de asielinstroom wil beperken. En dat geldt ook voor de arbeidsmigranten die in de kassen werken. Maar wij zeggen als kabinet ook op arbeidsmigratie zullen we meer grip moeten krijgen. Nou, dat wil niet zeggen dat er helemaal geen arbeidsmigratie meer mogelijk is. Maar het wil wel zeggen dat we met sectoren gaan kijken naar waar kun je investeren om die afhankelijkheid van die arbeidsmigranten te verminderen. En het betekent ook dat wij een hele harde aanpak zullen kiezen op verdienmodellen die op uitbuiting en misstanden zijn gebaseerd. Daar moet echt een eind aan komen. Er is veel te veel sprake van onderbetaling, uitbuiting en daar zullen we ook strenger tegen optreden. Ook in de glastuinbouw en in de fruitteeltsector dus? Ook in die sectoren, want daar zien we zijn nu bij een aantal bedrijven die het goed voor elkaar hebben, laat ik dat ook zeggen. Dus er zijn werkgevers die het echt goed doen, die de huisvesting op orde brengen, ook op hun eigen bedrijventerrein. Maar we zien te veel bedrijven die van malafide uitzenders gebruik maken, kosten op de samenleving afwentelen. Ja, en dat kunnen we met elkaar niet accepteren. Dat willen gelukkig ook sectoren en bedrijven, goede ondernemers, willen dat ook niet accepteren. Die hebben er ook belang bij dat de overheid daartegen optreedt. Dus dan moeten ze ook op de overheid kunnen rekenen. Daarom zetten deze telers ook in op bijvoorbeeld robotisering, want personeel vinden is moeilijk. Ja, het lukt. Maar niet altijd goed genoeg. Het is best een uitdaging om goede mensen, betrokken mensen, om het allemaal goed geregeld te krijgen is... Elke keer wel echt heel erg lastig. Die stap naar robotisering ziet de minister ook wel zitten. Dat betekent echt niet dat je van de een op andere moment kunt zeggen we zijn niet meer afhankelijk van arbeidsmigranten of ze zijn niet meer welkom. Nee, ze zullen in Nederland een rol blijven vervullen. Maar we willen wel kritischer worden op de vraag in welke sectoren en voor welke beroepen laat je die toe. Dat is een discussie. Ja, laat u die toe dan in de tuinbouw? Even voor de goede orde. Kijk, we hebben een Europese arbeidsmarkt, daar ben ik ook altijd reëel in. Mensen hebben het recht om hier te werken. Alleen ik vind dat we de discussie aan moeten, en dat willen we ook met de sectoren doen, over hoe je de afhankelijkheid daarvan vermindert. De keuze voor de arbeidsmigrant is soms ook wel een beetje de keuze voor de makkelijke en goedkope weg. En ook daar moeten we denk ik de werkgevers op aanspreken. Overal moeten de arbeidsmigranten eigenlijk wel minder worden, ook in deze sector. Kan dat? Ja, zeker kan dat. Ja, dat zien we nu al, hè, dat het zakt door de mechanisering en robotisering. Hè, dat we minder mensen nodig hebben. En ik denk zeker dat de komende jaren die trend zeker verder door kan zetten. Wilt u dat ook? Ja, de arbeid is gewoon lastig te regelen, is moeilijk. Dus alles wat daarbij kan helpen, is daarbij mooi meegenomen. En is dit, denk ik, hartstikke goed. Ik ben niet gerustgesteld vandaag, maar we hebben wel kunnen laten zien aan de minister en daarmee ook aan het ministerie hoe deze sector bezig is met robotiseren echt naar een volledig autonome kast te komen. Maar dat arbeid nu, maar ook in de toekomst echt nodig zal blijven. En of dat dan Nederlanders zijn of internationale medewerkers, dat we daar goed voor moeten zorgen. En daar hebben we met elkaar nog wel een paar stappen te zetten.